Met een enthousiaste sprong opende Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, de permanente expositie over zijn illustere voorganger Wim Duisenberg. Net als voor Knot vormde ook voor Duisenberg de Rijksuniversiteit Groningen de basis voor zijn carrière. Bij de Nederlandse Bank kwamen beide rugalumni elkaar regelmatig tegen. Jazeker, toen ik naar de Nederlandse Bank kwam in 1995 was hij president. En toen ik naar het IMF ging in 1998 werkte ik daar op de eurozone. En als we dan op missie gingen naar de ECB, dan kwam ik Wim Duisenberg weer tegen als president van de ECB. Om een nieuwe lichting studenten te inspireren nam Knot, tegenwoordig ook honorair hoogleraar Economics of Central Banking, deel aan het leadership panel van studievereniging EBF. Knot beantwoordde vragen van studenten over de crisis, maar ook gaf hij tips over carrièreplanning. Zelf blijkt hij zich zeer bewust van het belang van zijn studie economie. Nou, ik denk dat je gewoon kunt zeggen dat ik zonder die studie nooit op die posities was terechtgekomen waar ik nu terecht ben gekomen. Ik ben nog elke dag met economie bezig. Ik doe nog elke dag een beroep op de kennis die ik toen heb vergaard. Omdat ik in mijn werk nog steeds heel erg met macro-economie, met economisch beleidsadvies enzovoort bezig ben. En juist die combinatie van economische theorie en de vertaling naar het beleid, dat is waarin Groningen altijd een hele sterke naam heeft gehad.